Afgelopen 4 jaar hebben wij onze CDA Wijchen ingespannen voor een aantal hele belangrijke zaken in onze gemeente. In dit filmpje laten we zien welke. Wij zijn daar heel erg trots op. De afgelopen periode hebben wij ons ingezet voor behoud van het Wijchensmeer. Want het was de bedoeling dat hier op de oever en op het water bebouwing zou komen. En dat vonden wij geen goed idee. Ja, we staan hier aan het Wijchensmeer. We hebben zojuist een manifestatie is hier bezig met de bewoners die... En Wijchenaren die tegen bebouwing op het meer zijn. We hebben daarvoor ook een raamposter gelanceerd. Die kan iedereen in Wijchen voor zijn raam hangen. Om duidelijk te maken dat dit stukje, mooie prachtige stukje meer, niet bebouwd moet worden. Want op dit moment zijn de plannen om hier 200 vierkante meter, dus bijvoorbeeld een gebouw van 20 bij 10, hier op dit stukje meer te gaan plaatsen. En dat moeten we toch niet willen. Uiteindelijk is het gelukt om dit mooie stukje natuur en cultuurhistorie voor Wijchen te behouden. En daar zijn wij hartstikke trots op. Het CDA Wijchen is de enige partij in Wijchen die opkomt voor de belangen van de centrumondernemers. Zij zijn als enige partij opgekomen tegen het besluit van het college om 170 parkeerplaatsen op het Europaplein te schrappen. We staan hier in het centrum van Wijchen, op het Europaplein. Een gebied wat straks gaat veranderen door het project tussen Kasteel en Wijchensmeer. Een van de dingen die we zeker willen stellen is het parkeren. We hebben daar ook een voorstel voor ingediend in de gemeenteraad in maart. Aangenomen door de meerderheid van de raad. Waarin staat dat er in dit gebied evenveel parkeerplekken terug moeten komen dan dat er nu zijn. Belangrijk voor het centrum. Bewoners van de wijde omgeving komen hierheen voor het gratis parkeren. Maar ook het dicht bij de winkels kunnen parkeren. Supermarkt in het centrum, daar wil je graag je grote boodschappen kunnen doen. En tot onze grote verbazing lezen we dan vandaag in de krant dat wethouder Loermans aankondigt dat er 150 parkeerplekken in het centrum gaan verdwijnen. Wij vinden dat onbegrijpelijk. Het CDA Wijchen heeft samen met de centrumondernemers de parkeerproblematiek succesvol onder de aandacht gebracht. Daar zijn de centrumondernemers in Wijchen heel erg blij mee. De grootste onderwerpen de afgelopen periode was de voorgenomen fusie met de gemeente Druten. Wij vinden dat zorgvuldigheid en draagvlak altijd boven snelheid moest gaan. Wij begrepen de snelheid van het fuseren niet. Daarom vonden wij het extra belangrijk dat iedere Wijchenaar een stem kon krijgen in het fusieproces met de gemeente Druten. Ons voorstel daartoe is door een unanieme gemeenteraad aangenomen. Uit het draagvlakonderzoek over de fusie met de gemeente Druten bleek dat er geen draagvlak was onder onze inwoners voor deze fusie. Daarom hebben wij als CDA Wijchen gezegd, geen draagvlak, geen fusie. De afgelopen periode hebben wij onze CDA Wijchen ingespannen samen met de bewoners van Wijchen Zuid voor het behouden van een groen Hart van Zuid. We staan hier in Hart van Zuid tussen de wijken Diepvoorde en Huisteden in bij basisschool Zuiderpad. En hier staat het project Hart van Zuid gepland. Een groot project, veel impact op de omgeving. Bijvoorbeeld hier waar nu de basisschool staat en het schoolplein is, daar zijn winkels gepland. In totaal met Zuiderpoort straks 6000 vierkante meter is nu de visie. En daarbovenop, dus onder andere ook hier, 4 hoog appartementen boven de winkels. Stukjes plantsoen verdwijnen, kortom het versteent. Bewoners geven ook aan dat ze vooraf dat ze meer groen willen dan stenen. Dat is ook een van de redenen dat we samen met de bewoners een posteractie zijn gestart, raamposters. Minder stenen, meer groen in Zuid. Nou, dat is de kernboodschap van het geheel. Onze gezamenlijke actie samen met de inwoners van Wijchen Zuid is succesvol geweest. De plannen zijn terug naar de tekentafel en moeten groen behouden. Wij zijn voor het opknappen van het winkelcentrum, maar wel met behoud van groen en geen verdere verstening. Stemlijst 2, CDA Wijchen.